Een hele goede morgen. Welkom bij het Maarten van Rossumpad. Het restant van de 9e etappe naar Vaassen. Vanaf hier, dat is de Tongerenseweg. 3 kilometer ten westen van Epe. Gaan we op pad. Hopelijk een stuk van de Veluwe zien. Loop lekker mee. De Tongerense beek, een van de beken waar molens langs liepen, zoals de achterste molen, een stukje richting Epe. Dat was de verste molen van Epe, dus de achterste. Dat was ooit een watermolen, papiermolen, waarbij water nodig was voor de aandrijving van de molen en de stamp- en persmachines. En natuurlijk schoon water nodig was voor het spoelen van het papier, zodat je mooi wit papier kreeg. Dat was allemaal ooit hier. De wisselsvenen. Een klein slootje zo te horen. Met wat verval. Dit is de eerste keer deze etappe dat het lijkt alsof we echt het bos in gaan. Of de Veluwe is of een randje, dat durf ik niet te zeggen. Na een klein stukje op de Oranjeweg hebben we hier de Pollense Veenweg met een leuk stuk veen. Tot nog toe een weinig interessante etappe. We lopen niet door de Veluwe, amper door het bos. Amper over onverharde paden, ook nu weer niet. Als we dit stuk zouden kunnen overslaan, zou ik er geen bezwaar tegen hebben. Maar misschien komt er straks nog een leuk stuk. Ik moet straks de Isendoornweg in, maar ik ga nog een klein stukje rechtdoor, want daar schijnen grafheuvels te liggen uit de ijzertijd. Gaan we natuurlijk even bekijken. Zo onwetenschappelijk als wat zeg ik, dit is een heuvel, dus een van de grafheuvels. Daar verderop ligt er nog een. Dat is dus op een lijn van 6 kilometer tussen Epe en Niersen liggen 46 van zulke heuvels waar de mensen in begraven werden in de ijzertijd, 5000 jaar geleden. De tijd dat in Egypte de farao's op een andere manier begraven werden. Dat materiaal was hier waarschijnlijk niet voorhanden. En weer terug op de route. Bij de Isendoorn of Isendoornweg. De Kannenburger watermolen. Kannenburgse watermolen nog in bedrijf en de naam verwijst natuurlijk naar het slot Kannenburg, kasteel Kannenburg, waar ik zo ga verschijnen. En hier vlak voor het kasteel Kannenburg eindigt deze etappe en dat is niet zomaar een plek, want dit is een plek waar Maarten van Rossum gewoond heeft. In 1543 heeft hij dat laten bouwen nadat hij deze plek gekocht had van de hertogen van Gelre. Dit is ook de plek waar zijn schedel op enig moment na overlijden bewaard is gebleven, totdat het verplaatst is naar het Arnhems Archief of Arnhems Museum, waar het in de Tweede Wereldoorlog kwijtgeraakt is. Het einde van deze etappe dus. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het meegenieten. Tot de volgende keer!